Een beker en een plaats in de landelijke finale. Afgelopen vrijdag wonnen deze leerlingen van het Predinius Gymnasium de provinciale voorronde van de debatwedstrijd op weg naar het Lagerhuis. De grootste debatwedstrijd die ons land kent. Daarmee hebben ze zich geplaatst bij de beste 16 scholen van Nederland en hebben ze voor de derde jaar op rij de provinciale voorronde gewonnen. We zijn over de kleding die we kopen, over het vlees dat we in de... Ja, echt heel blij. We hadden het niet per se zien aankomen. Het was heel spannend, de finale, dus we waren echt euforisch. Ja, het was heel erg leuk. Ja, tof dat we hem weer hebben mee kunnen nemen, de beker. Ja. Niet dat wij de burger een enorme last geven. Nou ja, en dat is erg mooi. En de maar gewoon loslaten. Ik vind het vooral... Tijdens de provinciale voorronde nam het Predinius het aan de hand van verschillende stellingen op tegen andere scholen uit de regio. Een van die stellingen ging over windmolens, of die wel of niet een avindstein voor het landschap. Het is inderdaad op dit moment een redelijk actueel onderwerp. En ook wel enigszins moeilijk natuurlijk, omdat er heel veel rellen op dit moment zijn. Dus dat vonden we eigenlijk wel mooi, dat het iets was wat heel erg aansloot op wat er op dit moment aan de hand is in Groningen en wat mensen daarvan denken. Dat betekent niet netto winst, dat betekent niet... Je weet waarover gedebatteerd gaat worden, de stellingen zijn bekend. Dus dat wordt in de maanden voorafgaand allemaal keurig uitgewerkt. Ja, je krijgt de stellingen en daarna gaan we allereerst een beetje proberen. Gaan we een beetje debatteren en kijken wat werkt, wat leuke grapjes zijn, wat goede insteken zijn. En verder gaan we heel veel feitelijk onderzoek doen. Dus we gaan het internet op, we gaan artikelen afspeuren, we gaan het CBS helemaal leegtrekken. En dan kijken of we met een basis van feiten en daarna veel oefening door de debatten een mooie lijn kunnen uitstellen en die goed kunnen verdedigen. Aan de rommel maken sinds de industriële revolutie. Ja, Simon, daar heb je echt helemaal niet gelijk in. Want als we gewoon naar de cijfers kijken en je begon over die... In 2000, in 2013 en 2017 wist het Predinius de landelijke wedstrijd te winnen. De afgelopen 3 jaren wist men de provinciale voorronde te winnen. Wat is toch het geheim van de school? Ik dacht dus altijd dat onze kracht was dat wij heel erg spontaan waren en heel enthousiast aan het spreken waren. Maar wij zijn er best wel op afgerekend laatst, vrijdag. We waren te enthousiast, te veel energie. De kracht van het Predinius in het debat is dat Predinius een echte debatcultuur heeft. We beginnen al vroeg, in de brugklas beginnen we al met een debattoernooi onder bruggers. En daar brengen we het er eigenlijk al in. En daar krijgt de winnaar dan een taart mee. Daarna in de komende jaren, in de tweede en de derde, hebben we al een debatteam waar wij al blijven oefenen en al laten zien van hoe doe je dat nou eigenlijk. En dan in de bovenbouw, dan heb je al een vrij grote groep die er enthousiast voor is. En daarnaast is het ook heel veel oefenen. De komende tijd zal er nog een schepje bovenop worden gedaan met de landelijke 8e finales in zicht, die straks in maart gehouden gaan worden. Feit is dat het Predinius al bij de laatste 16 zit. Zoveel zijn er helemaal niet meer over, inderdaad. 16, ja, 16 teams. Dus dat, wie weet, gaan we het dit jaar wel weer heel goed doen. Let op het maar het is ook.